drie gedichten voordragen. Het gaat bijna allemaal over dieren, maar eentje gaat over een broer. En daar ga ik mee beginnen. Een broer is iemand om in de gaten te houden. Wie wil de wanden van zijn huis oprekken, hem landen aanreiken waarvan hij de hoofdsteden al kent. Hij was het lievelingsdier van je ouders, totdat jij kwam. Een broer is iemand die ooit een luier droeg en toen hij 5 was, van paarse propjes een hyacint plakte. Iemand die op zolder elfjes fluisterde in de vacht van de kat, maar nu alles ontkent. Een broer is iemand die vanuit zijn kamer toekeek bij Verstoppertje en stiekem won. Iemand die met harde hand strijkt en stoft, de balken in zijn huis inspecteert, een hekel heeft aan lievelingsdieren. Wie wil zijn handen kneden tegen de jeuk, de stoelen aanschuiven? Een grote broer moet je klein houden, zorgen dat hij nooit bij het plafond kan. Dan over een schaap en een dromedaris. Jij bent het schaap aan zee, dat gedreven door een donkerbruin vermoeden van smakelijk zeewier de wei uitstommelde. Jij bent de dromedaris die uit boomgemis, dat wil zeggen loofboomgemis, het bos betrad. Welk gebrek kleeft jou aan? Ik ben altijd op de vlakte gebleven, liet het gras mijn even ween. Mijn wortelkindertjes herkauwend neem ik mijn lichaam op. Mijn armen zijn een strobreedte. In mijn schoenen legde je eitjes. Hier liet ik me overreden gewoon maar even af te wachten. Je acht me misschien niet hoog genoeg, maar dit is mijn boomgrens. Kennen jullie Marius? Marius was een giraf in een Deense dierentuin. En omdat hij precies dezelfde genen had als zijn broertjes, was hij niet interessant en hebben ze hem doodgemaakt toen hij 18 maanden was. En dit gedicht gaat over Marius. Dit is hoe een herinnering begint. Een kind met beige muts reikt tot aan het nieuwe broertje in mama's puilbuik. We gaan naar de dierentuin, zegt ze. Er zijn giraffes, papegaaien en je kunt er kijken hoe de leeuwen eten. Dit is hoe een giraf een kind krijgt. De vloer in verwachting, de giraf een baarmoeder, almoeder, want 4 spillenpoten en 1,5 meter giraffenprint gebaard. Het hangt in de lucht, moeder drentelt, denkt misschien aan roggebrood. Het cellofaangirafje doorkruist niemandsland. De vloer ontvangt een gehoefd en gevlekt bouwpakket. Moeder likt en likt en zo wordt Marius uitgepakt. Zet zichzelf in elkaar en kijkt hoe de leeuwen eten. Dit is hoe een tweede bezoek begint. 18 maanden later, dezelfde dierentuin, dezelfde muts en moeder met wallen en een wandelwagen. Eerst naar de giraffes, dan naar de leeuwen. Daar staat Marius, hijskraandier met lange wimpers, ogen als het broertje in de buggy. Vandaag krijgt Marius roggebrood. En weet je wat de leeuwen eten? Dit is hoe ze praten over Marius. Stel dat hij van Lego was, van precies dezelfde blokjes als zijn broertje. Wat moet je daar nu nog mee bouwen? Stel dat je 3 dezelfde sokken had, dan kan er eentje weg toch? En weet je wat de leeuwen eten? Dit is hoe Marius wordt weggegooid. Eerst krijgt hij roggebrood, dan mag iemand met het slachtpistool. Er is een schot, een hoofdwond en een vloerval. Met een grote zaag zagen ze Marius in blokjes en dit is hoe de leeuwen eten. Ze trekken aan onervaren prillenpoten, breken het bouwwerk af, smakken, spinnen en slapen. Weten niet hoe vluchtvlees smaakt, weten niet wat sluipen in struikgewas is. Thuiskomen met prooien voor mannen met manen is teruggebracht tot poottrekkingen in een ledige luchtsavanne. Dit is hoe een herinnering woont in het hoofd van een jongen met een broertje. Lijken ze veel op elkaar? Heeft hij te veel Lego?